Dames en heren, beste partners in de en met de stad. Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester wethouders van Eindhoven wil ik u graag een heel mooi 2015 toewensen. En met een goede gezondheid, voorspoed en vooral geluk en vrolijkheid. Ik wil u ook graag bedanken voor de samenwerking die we in de afgelopen jaren mochten hebben met u. En in het verlengde daarvan verheugen wij ons natuurlijk op de samenwerking die we komend jaar gaan krijgen. Of dit jaar eigenlijk, voor en met de stad. Mooie dingen die we samen kunnen gaan realiseren. Dat u hier bent, betekent dat u voor ons een hele belangrijke partner bent. We hebben afgelopen zaterdag natuurlijk ook met de mensen uit de stad nieuwjaar gevierd in het muziekgebouw. Maar vandaag doen we dat speciaal met u, omdat u zo'n bijzondere partner bent. En dat bent u waarschijnlijk onderling ook van elkaar. En daarom waarderen wij het zeer dat u de moeite heeft genomen hier vanavond met elkaar terug te kijken, maar vooral ook vooruit te kijken. Dat laatste wil ik ook graag met u doen, maar dan gericht op een aantal aspecten die voor onze stad en haar inwoners van vitale betekenis is. Mede dankzij uw inzet ontwikkelt Eindhoven zich de laatste jaren snel en voortvarend. En daar mogen we trots op zijn, maar er is geen enkele reden en ook geen enkele tijd voor zelfgenoegzaamheid. U weet misschien dat Eindhoven de afgelopen jaren ongeveer net zo snel groeit als in de jaren 20. En dat waren echt de topjaren in de groei en ontwikkeling van Eindhoven. De jaren 20 van de vorige eeuw dan natuurlijk. Iets meer dan een jaar geleden bereikten wij het aantal inwoners van 220.000. En afgelopen jaar, afgelopen september, zaten we al op 222.222. Eindhoven groeit en groeit hard, maar we zijn daarin geen uitzondering. In de hele wereld is een trek naar de stad gaande omdat daar werk te vinden is, een breed scala aan voorzieningen aangetroffen kan worden en bovenal omdat de dynamiek in de stad in alle opzichten het grootst is. Mensen kiezen voor de stad. Tussen nu en ongeveer 30 jaar woont 80% van de wereldbevolking in steden. Die trek is belangrijk, maar stelt ons als bestuurders ook voor grote uitdagingen op het gebied van huisvesting, onderwijs en mobiliteit. En die uitdaging gaan we aan, maar de contramal zal zijn dat de meer rurale gebieden ook hier in onze regio geconfronteerd zullen worden met een toenemende ontvolking. Het zoeken naar adequate oplossingen voor het meer landelijk gebied beschouw ik als een medeopdracht voor de centrumsteden. In dat opzicht zijn we met de gemeentes in onze regio één en ondeelbaar. De opgave voor het stadsbestuur en de partners, u, zal dus groot zijn. Maar de uitdaging wordt nog groter omdat bestaande systemen onvoldoende van kwaliteit zijn om te waarborgen dat het leven aantrekkelijk, toegankelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam is. Denk maar aan onze systemen op het gebied van voedselvoorziening, waterkwaliteit, mobiliteitsvraagstukken, energievoorziening, systeemveiligheid en denk zeker aan onze gezondheidszorg waar gezond ouder worden een steeds belangrijke betekenis gaat krijgen. Al die systemen zullen moeten voldoen aan nieuwe uitgangspunten. Een totale omvorming ligt voor de hand. Ze zullen in ieder geval goedkoper moeten zijn, effectiever en efficiënter. Toegankelijk voor iedereen, gebaseerd op open bronnen en data, transparant, duurzaam en met een moeilijk woord ook nog global connected. Want op basis van de standaarden die we in de wereld hebben, kunnen we ook datgene wat wij met elkaar tot stand brengen, export en uitrol mogelijk maken. Maar ik vind het heel belangrijk dat technologie ook echt op de menselijke maat toegesneden is. Humanized wordt dat dan genoemd. Omdat je op sommige plekken in de wereld ziet dat technologie toegepast wordt om een stad en mensen in controle te zetten. Terwijl onze stellige overtuiging is dat technologie gebruikt moet worden om het leven van mensen beter en aangenamer te maken. Die transitie die zo ingrijpend is, kan niet van bovenaf, niet vanuit de landelijke overheid, niet verticaal vormgegeven worden. Veel zal neerkomen op denk, organisatie en uitvoeringskracht van de steden. En co-creatie is daarbij het kernwoord. Co-creatie betekent over sectoren en disciplines heen samenwerken. Met de belangrijkste partner en dat is de gebruiker. Ik hoor dus het woord eindgebruiker en ik gebruik het zelf eigenlijk nooit meer, maar ik leg het toch maar even uit waarom ik het niet doe. Omdat eindgebruiker suggereert dat je aan het eind iets kunt kopen en niet betrokken bent bij de totstandkoming van het hele proces. Terwijl ik denk dat als we echt dienstbaar willen zijn aan onze burgers, onze gebruikers, dat ze dan ook aan het begin van dat proces meegenomen moeten worden.
Maar ook in nauwe samenwerking met andere steden in Nederland, Europa en de wereld. Want wij kunnen die transitie niet alleen en we zullen dat met anderen moeten delen, moeten leren, overnemen en zij kunnen het ook voor ons kopen. Dit proces zal ingrijpend zijn en met grote ontwikkeling en implementatiesnelheid gepaard gaan. Wanneer ik naar onze ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar kijk, zie ik een enorme verschuiving in de manier van werken. We begonnen, en sommigen van u heb ik gezien, hebben dat zelf nog meegemaakt, de eerste 10 jaar, zeg maar vanaf 1995, incrementeel, stap voor stap, met programma's als Stimulus en Horizon. Maar vanuit 2004, vanaf 2004 werd het veel planmatiger en programmatischer met Brainport Navigator en Brainport 2020. In de afgelopen jaren zie je dat de ontwikkeling zo snel gaat dat 5 jaar vooruit plannen vrijwel onmogelijk is. Wie had hier 5 jaar geleden een iPad? Ja? Dat is knap. Bewaren, want die wordt heel veel waard. En wie heeft er nu een iPad? En wie kon dit voorspellen? Dus als je daarnaar kijkt naar die iPad, de introductie van die iPad, die zal komende april 5 jaar geleden plaatsvinden. Dus hij bestaat nog geen 5 jaar, maar hij heeft een enorme revolutie tot stand gebracht op het sociale, mediale en economische vlak. Je kan dus bijna niet meer zo ver vooruit voorspellen wat er gebeurt. En dat noemen we dat de wereld disruptief is geworden. Je zou kunnen zeggen onvoorspelbaar en door nieuwe technologieën ontwrichtend voor bestaande structuren. Was onze strategie lange tijd om de slimste te worden, overigens een buitengewoon succesvolle strategie, om daarna met die kennis economisch groei te versnellen, kortom van slim naar sterk. De laatste jaren gaat het naast slim en sterk vooral ook op adaptief. Zijn wij in staat om snel genoeg kansen te zien en ze te pakken en bedreigingen het hoofd te bieden? U kent allemaal Darwin wel. Darwin zei over de overlevingskans van soorten dat niet de sterkste en de slimste zou overleven, maar het soort dat zich het beste weet aan te passen aan de veranderende omgeving. En dat geldt voor onze gemeenschappen net zo. Als Eindhoven willen we in dat aanpassingsproces een belangrijke rol spelen. En daarom werken wij met roadmaps, proeftuinen, proefprojecten die ons de weg naar de nieuwe toekomst wijzen. Innovatieve projecten op gebieden als veiligheid, denk aan de-escalatie, hier op het Stratum Zijnt, het project dat 2 weken geleden nog een nationale prijs won. Denk aan medische doorbraken, zoals Celtis, waardoor lichaams-eigen cellen, hartdeficit, problemen met hartklep, door het lichaam zelf worden gerepareerd. Maar ook projecten als, zoals we die kennen in Vaartbroek en Eckhart op het gebied van energie en duurzaamheid. Al deze roadmap met de meest geavanceerde technologie leveren voor onze inwoners grote voordelen op. Met ook een risico. Als je voorop loopt, wil er ook wel iets misgaan. Dat hebben we wel ingecalculeerd. Het levert voor ons bedrijfsleven veel op omdat ze ervan kunnen leren. Omdat het een etalage is voor de export. En we willen graag met andere steden in Europa, maar ook mondiaal, voorop lopen om onze ervaringen en toepassingen te delen. Deze roadmaps maken overigens de stad op zichzelf ook aantrekkelijker. Die weg naar de toekomst kan alleen wanneer we als stad en regio aantrekkelijk en interessant genoeg zijn om nieuwe en bestaande partijen, kenniswerks en bedrijven aan ons te binden. En andersom die nieuwe en bestaande partijen en kenniswerks en bedrijven vragen aan ons ook heel uitdrukkelijk om een aantrekkelijke en interessante stad. Dat brengt mij bij een groot punt van zorg die ik graag met u wil delen. Eindhoven, Amsterdam en Utrecht kennen een grote aantrekkingskracht op jongeren die zich in die steden ook graag blijvend willen vestigen. Tot zover hebben we een goede uitgangspositie. De bevolkingsgroei die Eindhoven kent, hebben we nodig en zal zelfs versterkt moeten worden. En ik zal proberen uit te leggen waar die noodzaak in mijn ogen vandaan komt. Een groot deel van onze stad en met name de naoorlogse Woensel kent een opbouw van veel grondgebonden woningen. 1 gezinswoning met een tuintje voor en een tuintje achter. Men ging destijds uit, planmatig, van een gemiddelde woningbezetting van 3,6 inwoners per woning. Op die bezetting zijn straten, riolering, verlichting, parken, plantsoenen en winkelcentra ontworpen. Er wonen er nu nog maar 1,6 personen per woning. En dat heeft grote gevolgen, niet in de laatste plaats voor de middenstand, omdat het aantal mensen in zo'n wijk enorm teruggelopen is. En dat geldt voor bijna alle wijken in het Nieuwe Woensel. Doordat de wijken allemaal zo ruim zijn opgezet, vraagt dat op het gebied van beheer en onderhoud een grote financiële inspanning van onze gemeentelijke middelen.
De OZB, die we allemaal betalen, maar ja, je betaalt maar voor één woning. Het is geen gestapelde woning. De OZB die wij allemaal betalen en die daar tegenover staat, is onvoldoende om beheer en onderhoud te financieren. De forse inzet van de gelden vanuit de algemene middelen van de gemeente zijn dan ook noodzakelijk. En diezelfde algemene middelen zijn ook nodig voor de financiering van allerlei voorzieningen. Met de ontwikkeling van Woensel kwam voor de gemeente door gronduitgifte een grote stroom incidenteel eenmalig geld vrij. Daarmee hebben we schouwburg, zwembaden, kunstijsbanen, bibliotheken, musea en een groot aantal andere voorzieningen tot stand gebracht. Voorzieningen die van een stad maken. Maar de structurele exploitatie daarvan vroeg om structureel geld en wel uit diezelfde algemene middelen. Door verkoop van het energiebedrijf en nog een aantal anderen konden een en ander nog opvangen, maar die tijd is voorbij. De structurele financiële spanning tussen beheer en onderhoud van de stad enerzijds en het instand houden van de exploitaties van de voorzieningen anderzijds loopt daardoor steeds meer op. We zien dan ook steeds vaker discussies ontstaan over het sluiten of het sterk inkrimpen van allerlei uiteenlopende voorzieningen. Dat brengt ons uiteindelijk op de verkeerde weg. Uiteindelijk is die ontwikkeling bedreigend voor de stad als geheel. Verstraling maakt Eindhoven uiteindelijk maakt Eindhoven minder aantrekkelijk als woon- en vestigingsplaats. Er zal dus gezocht moeten worden naar een structurele, duurzame, andere oplossing. Die oplossing kan, in mijn wijze van zien, slechts gevonden worden in de filosofie van de compacte stad. Binnenstedelijke verdichting, niet door meer bewoners per woning, maar door meer woningen per oppervlak. Eindhoven 300.000 plus, te bereiken in de komende decennia. Gericht op een bevolkingsaanwas van minimaal 1 tot 1,5% per jaar. Wanneer wij spreken over binnenstedelijke verdichting, dan gaat dat niet samen met grootschalige uitleglocaties in de buitengebieden. Vanuit dat perspectief, en ik zeg duidelijk bij, vanuit dat perspectief, de kwaliteit en de leefbaarheid van de stad, de betaalbaarheid van de noodzakelijke voorzieningen, is gemeentelijke herindeling niet aan de orde. Bouwen in lage dichtheden in het buitengebied maakt de structurele kloof alleen maar groter en zal uiteindelijk voor alle inwoners van stad en regio een negatieve uitkomst hebben. Verschraling van voorzieningen en daarmee ook sociaal en economisch ons minder aantrekkelijk maken. Als er al sprake zou moeten zijn van een herindeling, dan is dat omdat de gemeentes daar zelf het initiatief toe nemen. Of omdat we gezamenlijk tot de conclusie komen dat het versterken van de agglomeratiekracht in ons alle belang is en daarbij zijn hele goede redenen aan te voeren. Tot die tijd is de MRE het vehikel om onze gezamenlijke belangen vorm te geven. Die binnenstedelijke verdichting, die compacte stad, vraagt om een lange adem. Ik heb aangegeven een paar decennia. Zo lang kunnen we dus ook niet wachten. Er zal sprake moeten zijn van een overbruggingsstrategie, een strategie die niet wij alleen tot stand kunnen brengen. Eindhoven heeft extreem veel potentie, waar menige stad of regio jaloers op is. Maar die economische kracht moet wel ingebed worden in een stedelijke omgeving met een ruim grootstedelijk aanbod van voorzieningen op onder andere het gebied van cultuur, sport, onderwijs, gezondheidszorg, recreatie, horeca en winkels. Voorzieningen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. En daarom zoeken we naast de samenwerking binnen de MRE ook verbinding met de steden Den Bosch en Tilburg om zo samen een schaalniveau te creëren, ruim 1,5 miljoen mensen, waarin alle aspecten die samenhangen met het grootstedelijk karakter ook op kortere termijn realiseerbaar zouden kunnen zijn. In dit kader ben ik ook blij met de keus van het kabinet van afgelopen september om grotere steden, waar wij bij horen, om grotere steden te laten zien als de drager voor de maatschappelijke vernieuwing en de economische motoren van ons land. Zij noemen dat de agenda stad. De agenda stad en de keuze die het kabinet ook gemaakt heeft voor het versterken van de agglomeratiekracht, zoals ook dringend geadviseerd in een recent rapport van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, over Nederland, want wij komen die echt tekort, maakt die overbrugging, waar ik het eerder over sprak, mogelijk en zal de na te streven ontwikkeling alleen maar versterken. Wij zullen daar de steun van het kabinet voor krijgen. Samen met het kabinet, Amsterdam en Rotterdam zijn we Eindhoven aan het inventariseren welke regio en stadsspecifieke pakketten per regio nodig zijn. Zo'n pakket ziet er in de regio Amsterdam echt anders uit dan in de onze.
Die exercitie maken wij in gezamenlijkheid op dit moment. Met deze drie steden als hoekpunten en de gerichte ontwikkeling van de corridors daartussen maken wij een optimaal gebruik van onze strategische ligging in de Eurodelta. Wij vergeten wel eens dat onze belangrijkste partner net over de grens ligt. En die naast de beschreven driehoek, de driehoek Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven, loopt die Eurodelta over de Duitse grens heen. En de Eurodelta is de krachtigste economische regio van Europa en wij liggen daar ongeveer in het midden in. Binnen die Eurodelta vinden wij veel strategische partners binnen of gelieerd aan onze economische sector die ons zo krachtig maakt en zoveel werkgelegenheid biedt. Verbindingen van Leuven via Eindhoven, Noord-Rijn-Westfalen en Baden-Württemberg doorlopend naar München. Partners met wie wij samen sterk zijn op de gebieden van kennis, technologie en creativiteit. In de afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd om met die regio's de bestuurlijke banden te versterken. En dan hebben we nog onze mondiale samenwerking. Afgelopen jaar hebben we de eerste wereldwijde driehoeksalliantie afgesloten met onze vrienden in de Canadian Technological Triangle en in de Taipei-regio in Taiwan. Door deze alliantie, waarbinnen we met elkaar op alle terreinen zo goed mogelijk proberen te ondersteunen, creëren we onder andere een directe toegang tot de wereldmarkten van de Verenigde Staten en China. Deze samenwerking wordt door de Nederlandse regering ondersteund en gezien als een uniek voorbeeld voor wereldwijde samenwerking. En de resultaten zijn er ook volop. Ik noem er maar drie, maar er zijn er zoveel meer. 5 jaar geleden hadden wij in onze regio 20 Taiwanese bedrijven. Het zijn er nu 61. Zelfs meer, geloof ik. Dat zijn er overigens meer dan Taiwanese bedrijven in heel Duitsland. Door de samenwerking is BlackBerry in Canada, ondersteund door hun Taiwanese partners, weer tot wasdom gekomen. En Taipei wordt in 2016 World Design Capital, omdat wij ze daarbij geholpen hebben. In het coalitieakkoord staat daarom ook dat voor economie van de stad is de internationale verbondenheid een absolute must. Onze connecties over de grens zijn van levensbelang om onze werkgelegenheid aan onze regio en stad te waarborgen. De positie van de steden zal de komende jaren sterker worden. Het kabinet wil dat, maar ook de internationale studies wijzen daar op de onafwendbaarheid op. Dat komt naast een aantal factoren ook door de feitelijk alleen op dat schaalniveau kunnen functionerende netwerksamenleving. Je kan geen netwerksamenleving maken op nationaal eenheidsstaatsniveau. Daar zijn echt stedelijke gebieden voor nodig. Dat binnen onze samenleving deze horizontale verbindingen ter realisatie van vitale voorzieningen steeds belangrijker wordt, blijkt wel uit de decentralisatie op het gebied van de WMO, de jeugdzorg en de arbeidsparticipatie. Gemeenten krijgen daarin de volle verantwoordelijkheid omdat zij beter in staat zijn om de aan de vraag gekoppelde maatwerk te leveren. Ik denk dat iedereen wel weet dat vanaf afgelopen donderdag wij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet. En wanneer we de berichten in de krant mogen geloven, dan komt er een grote rampspoed over ons heen. Maar ik vaar liever, en ik heb het zaterdag ook gezegd, op mijn collega wethouder Leni Scholten, die als geen ander kan vertellen waar de knelpunten in het systeem zitten en weet hoe het voor iedereen veel beter, toegankelijker en goedkoper kan worden gemaakt. Als geestelijk moeder van Wij Eindhoven heeft zij de weg uitgestippeld die wij nu samen met cliënten, vrijwilligers en zorginstellingen aan het lopen zijn. En wij Eindhoven, lopen daarbij voorop. In een artikel onder de titel De kracht van Eindhoven legt Leni uit wat de problemen zijn, welke oplossingen we hebben en hoe we daar komen. En dat artikel is vanaf vandaag op de site van Eindhoven terug te vinden. Ik raad u aan om er eens naar te kijken. In dat artikel is ook ruim aandacht voor wat mensen zelf kunnen doen. We zien sowieso dat er steeds meer maatschappelijke initiatieven ook buiten de overheid om van de grond komen. Uit onderzoek blijkt dat wij ons midden in een derde emancipatiegolf bevinden. Over de eeuwen heen, zo ingrijpend. De eerste was toen de gilden zich organiseerden en een zelfstandige positie verkregen ten opzichte van de adel. De tweede ontstond toen het algemeen recht op onderwijs werd ingevoerd en mensen daardoor toegang kregen tot nieuwe bronnen en nieuwe vormen van communicatie. Het is die emancipatie geweest die sociale stijging voor grote groepen van onze bevolking mogelijk heeft gemaakt. En de derde golf zien wij nu. Mensen zijn hoger opgeleid, zelfstandiger, ondernemender en hebben via internet toegang tot de hele wereld. Connectiviteit is hierbij het centrale woord.
Ook in onze stad zien we steeds meer en veel vaker een initiatief op buurt- of wijkniveau waarbij de digitale wereld een belangrijke rol speelt. Ik kan er heel veel noemen, ik noem er eentje omdat ik die zelf heel bijzonder vind en er al een tijdje is, het project Zorgzame Buurt in Prinsenjacht, waar vrouwen zelf het initiatief genomen hebben om te kijken hoe ze elkaar in het dagelijks leven kunnen ondersteunen in een groot aantal opzichten. Maar u kunt er zelf, ben ik van overtuigd, in uw eigen buurt er ook een groot aantal terugvinden. In het coalitieakkoord is dit als volgt beschreven. Een nieuwe verschuiving waarin inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven niet langer participeren binnen publieke verbanden naar een maatschappij waarin de overheid participeert in hun netwerken. Dat is pas echt een verschuiving. Ook hier moet de overheid adaptief zijn. Want wanneer de wereld zo fundamenteel aan het veranderen is, zoals ze is, dan zal ook de overheid ingrijpend mee moeten veranderen. Dat is niet makkelijk voor. Misschien is het kort gezegd dat we van een systeem van government naar een systeem van governance moeten. Veel van die initiatieven die het leven in de stad beter en aantrekkelijker en aangenaam maken, liggen ook in uw handen. Wij horen graag nieuwe ideeën en voorstellen van u en zullen die ook, waar we daar positieve bijdrage kunnen leveren, positief beschouwen. Een groot aantal van de aanwezigen hier zijn vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de stad en haar inwoners. In Eindhoven kennen wij 40.000 vrijwilligers die zich ingeschreven hebben. En procentueel hebben we daarmee ruimschoots het hoogste percentage vrijwilligers in Nederland. Dat zegt iets over onze onderlinge betrokkenheid. Het zegt ook veel meer over de mentaliteit van de mensen, dat ze bereid zijn samen de stad vorm te geven. Samen Eindhoven. Ik wil naar al die vrijwilligers, niet alleen die hier zijn, maar ook die mensen die buiten staan, heel veel dank uitspreken voor hun inzet. En ik hoop dat dat volgend jaar weer opnieuw gaat gebeuren. Er ligt een grote opdracht voor ons. Voor ons allemaal. En dus ook voor ons samen. Ik heb al een paar keer geciteerd uit het coalitieakkoord. En ik heb daar publiekelijk niet zoveel over gezegd tot nu toe, omdat het minder past bij de rol van burgemeester. Per slotverrekening heeft die zich maar een beetje te voegen. Wel nu, ik kan u meedelen dat dat met dit akkoord uitstekend lukt. Ik heb het nu vaak gelezen en ik moet zeggen dat het voor een ieder hier aanwezig echt de moeite waard is om er eens rustig voor te gaan zitten. Het geeft inzicht in en richting aan de ontwikkelingen waarin wij als stad middenin zitten. De opdracht is groots, maar de middelen en de menskracht stellen daarbij wel hun eisen. En onze eigen mensen, de ambtenaren, de raadsleden en de bestuurders wil ik zeggen, jullie zijn gewoon ronduit kanjers. Er wordt hard gewerkt en met veel passie aan de stad, met het oog voor de bedrijven, voor wat de instellingen willen, maar vooral om wat de inwoners vragen. Maar ambitieus zijn is één, maar ambitieus en realisme horen echt wel bij elkaar om met elkaar geen onverwezenlijkbare verwachtingen te wekken. Want te groot enthousiasme kan ook brokken opleveren. En om dat te demonstreren wil ik graag tot slot een heel kort filmpje laten zien waarin een vader roept, who wants to get crazy for a new year? En nu maar eens kijken hoe het afloopt. Who wants to get crazy for a new year? Who wants to get crazy for a new year? Who wants to get crazy for a new year? Ik dank u wel.